Duurzaam leven en werken is belangrijk voor het milieu. Daarom werken we samen aan een energietransitie van Zeewolde en Flevoland. Jir heeft samen met zijn vader een akkerbouwbedrijf, waar ze biologische landbouwproducten telen. Zoals aardappelen, pastinaak, bloemkool en uien. Laten we gaan kijken. Hey Jir! Hey, hallo! Hoi! Goedemiddag! Nou, we staan hier bij jouw akkerbouwbedrijf en wat doen jullie hier zoal? Nou, wij zijn al heel veel jaren bezig met windenergie, dat produceren wij. En daarnaast hebben wij in 2011 zonnepanelen op het dak neergelegd. En we zijn een nieuwe schuur aan het bouwen, daar komen zonnepanelen op. En die gaan we samen met windenergie terugleveren op het bestaande net. Zal ik het even laten zien? Ja, is goed! Kom mee! Kom verder. Nou, je vertelde net over zonnepanelen en dat je er nog meer hebt aangeschaft. Maar waarom doen jullie dan aan zonnepanelen? Dit is een gloednieuwe bewaring. En hier gaan we koelen met een nieuw bewaarsysteem. We gaan dus zelf de energie opwekken door zonnepanelen op het dak te leggen. En het probleem is dat we die niet terug kunnen leveren op het bestaande net. Maar samen met de windmolen die in de verte staat, kan dat wel. En daar hebben we een speciale kabel voor getrokken. Een speciale kabel? Vertel meer. We hebben al zonnepanelen liggen op onze bestaande schuren. Die leveren we terug op het bestaande net, het 10 kV net. Maar die zit vol. En die windmolen is aangesloten op het 20 kV net. En door wind en zon te combineren kunnen we samen het net op. En daarnaast kunnen we onze windenergie inzetten om product te koelen. Is dat dan voor iedereen haalbaar? Hier in het gebied wel, want bijna elk ondernemer heeft hier een windmolen staan met de bestaande travo daarna. En daarbij mag je, mits je een kabel trekt en die kabel betaalbaar is, stroom onttrekken en terugleveren als je een contract afsluit met Liander. Nou Jur, je hebt dus samen het bedrijf met je vader. Waarom is het voor jullie belangrijk om te verduurzamen? Vandaag de dag is het een hot item omdat de energieprijzen op de kop zijn gegaan. En je ziet dat als je bezig bent met verduurzaming en het opwekken van groene energie, dat je die en zelf kan benutten. Maar dat je ook bijdraagt aan de klimaatdoelen voor Europa. En er zijn best wel veel jonge ondernemers die zich dit niet kunnen permitteren om te verduurzamen. Wat zou je hun toch als advies willen geven? Nou, wij laten ons als bedrijf adviseren door het accountantsbureau. En daarnaast zijn er nog wel andere partijen die hier komen om advies te geven over bijvoorbeeld de boerderij. Maar ook als het gaat om verduurzaam van bedrijf. En hoe zie je de toekomst voor je en de toekomst van het bedrijf? Ik hoop dat wij zometeen onze eigen opgewekte energie kunnen inzetten. Maar eigenlijk zou ik het mooist vinden als we zometeen onze tractoren kunnen laten rijden op waterstof. En dus zelf ook waterstof kunnen produceren. Zodat we een CO2-footprint hebben van nul. Dat zou super zijn. Wil jij als ondernemer je bedrijf meer verduurzamen? Voor advies of informatie over subsidies kun je terecht bij het Energie Expeditiecentrum Flevoland.